Je blijft gewoon als ritselen. Dus ik dacht van, nou, dan zal ik hem hier wel moeten gooien. Ja, Scyther! Check hem! Scyther! Super awesome! Mijn favoriete Pokémon! What up YouTube? Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en we gaan vandaag weer verder met Pokémon Snap, de Nintendo 64 game die je nu ook op de Wii U kan spelen, waarin je foto's moet maken van Pokémon. En dat hebben we gedaan. Ik moest nog een aantal punten scoren, ik weet niet meer precies hoeveel, het waren er niet zo heel veel, maar in ieder geval, ik denk dat ik dat wel gehaald heb. Ik heb zelfs foto weten te maken van Magnemite. Dat lukte me de vorige keer niet. Ik gooide volgens mij appels op hun hoofd en toen kon ik opeens foto's van ze maken. En het toffe was dat ze ook evolueerden in een Magneton. Zoals je hier kan zien. Opeens was het een Magneton. Super tof. Deze is nice. En ik ga eens kijken wat de professor van mijn nieuwe foto's vindt. Hier hebben we Magneton. Super nice. Heb ik Magnemite wel opgestuurd dan? Heb ik Magnemite? Ah nee, ik heb Magnemite nu niet opgestuurd. Oh, super stom. Nou ja, dat zullen we dan nog wel een keertje gaan doen. Maar ja, we hebben in ieder geval genoeg punten. You take pictures at a good pace to make your work easier. Here's a present for you. It will come in handy for taking Pokémon pictures. If you see a place where you think a Pokémon might be hiding, use the Pester Ball. It's easy. Press B when you are not focusing on your camera. This will make hidden Pokémon come out in the open. Show or repeat this information. Nee, ik heb het begrepen. Als ik denk dat ergens een Pokémon verstopt, dan kunnen we die Pokémon dus tevoorschijn laten komen. We gaan allereerst naar het strand, want ik denk dat ik hier wel een aantal Pokémon weet te vinden. Omdat ik dus regelmatig hier gras zie rits. En ik denk dat dit wel goed moet komen. Hier zien we nog wat Pidgeys. Misschien kan ik een mooiere foto maken van één Pidgey. Wat tof dat ik nu een upgrade heb. Ik denk niet dat er iets uit die boom gaat vallen. Hè? Nee, er gaat niks uit die boom vallen. Als we nu achter ons kijken, hebben we 3 Pidgeys maar liefst. Misschien krijgen we wel bonuspunten. Stopt zich hier een Pokémon? Nee, helaas. Misschien hier in het gras. Nee, ook niet. Gelukkig hebben we ongelimiteerde ballen, dus we kunnen er net zoveel gooien als dat we zelf willen. We kunnen gewoon die ballen overal neergooien. Misschien op Snorlax? Wordt hij... Oei, yes. Hij wordt wakker. Snorlax wakker. Nice. Oké, nu hebben we een toffe foto gemaakt van Snorlax. En ik weet... wat was komt Miauw zijn hoofd? Oh. Ik weet niet wat er uit die Pokéballs komt. Hij is gelijk in slaap volgens mij. Huh? Waar is hij nou? Oh, hij is hier! Nice! Oké. Miauw doet wel altijd raar, joh. Miauw is echt vreemde Pokémon in dit spel. Oké. Hier, ritsel. Ja, kijk, hier ritselt dus gras. Hier blijft gras ritselen. Dus ik dacht van, nou, dan zal ik hem hier wel moeten gooien. Ja, Scyther! Check hem! Scyther! Super awesome! Mijn favoriete Pokémon. Yay, Scyther. Super nice. Oh, en meerdere Pikachu's. Vet. Yes, Pikachu. Nou, dit is tof. Dit gaat punten opleveren. Ja, dit gaat zeker punten opleveren. Nice, we hebben Scyther gevonden, jongens. Kijk, en hier ritselt ook weer gras. Dus ik denk dat hier ook nog wel een andere Pokémon uit zou moeten komen. Het is een Dodio. Nee, die komt hier standaard uit. En deze komen hier ook standaard uit. Kan ik hier nog een Pokémon tevoorschijn laten komen? Nee? Niemand? Nee? Nee, helaas. Maar we hebben wel Scyther gevonden, jongens. Super nice. En er kwamen extra Pikachu's uit. Hier hebben we Chansey. Die hadden we al een keer eerder tevoorschijn laten toveren. Super cool. Samen met Eevee natuurlijk hier. Hebben we al een hele goede foto van Eevee? Ja, vast wel. Kijk, en als we deze Pidgeys volgen, die gaan hier de hoek om. Die gaan richting deze Meowth. En dan ben ik benieuwd of in dat nest daar zo ook nog een nieuw Pokémon zou zitten. Nee? Niet eens? Ja, wel toch? Nee? Nee, helaas. Jee, we hebben Snorlax gefotografeerd. Ik denk dat dit mijn beste foto van Snorlax is. Ja, dat is alvast een nieuwe Pokémon. We kunnen een nieuwe foto van Meowth misschien wel uploaden. Misschien hebben we wel een toffe. Ja. Oh, hier kijkt hij wel heel boos. Misschien is dit wel een goeie. Dan hebben we natuurlijk Scyther. Onze super toffe nieuwe Scyther. Hij was al een beetje ver weg. Hier was hij wel dichtbij. Misschien is dit wel een goeie. Ja, ik hoop dat hij hem goed gaat keuren. En dan hebben we natuurlijk de 2 Pikachu's die allemaal trucjes aan het doen waren. Superleuk. Ze zijn wel een beetje ver weg op deze foto, maar ik ga toch proberen om deze te kiezen. En dan gaan we deze 5 foto's maar naar Professor Oak sturen. De foto's van Pidgey en zo heb ik allemaal niet geüpload. Snorlax, hoeveel punten krijgen we voor deze Snorlax? 1700. Ja, 3400. Goeie score. Deze Meowth. Zou die beter zijn dan die oude Meowth? Ja, zeker ook. Bijna 4000 punten. Super nice. Dat is wel een aardige verbetering. Dan hebben we Scyther. Yeah!
Scyther! Ik denk niet dat ik superveel punten krijg voor deze hoor. Nou, toch 3220 is niet verkeerd. En dan de dubbele Pikachu. Pikachu on a stomp. That's a value of 1300 punten, mijn liefde. Dat is superveel. De size is minder. De techniek. Oh, nou, nee. Uiteindelijk is dit dus blijkbaar niet zo'n hele goede Pokémon. Maar dan kreeg ik geen dubbele punten. Er stonden toch 2 Pikachu's op 1 foto. En we krijgen als tip van de professor daar Pokémon hiding by the river. Find them with a pester ball. Dus we gaan nu naar de rivier. We zijn aangekomen bij de rivier. En hier zouden we Pokémon tevoorschijn moeten kunnen laten komen met de pester ball. Ik weet nog niet zo... Ja, waarschijnlijk de Vireplume. We zagen een Vireplume slapen. En ik kan maar niet zo heel goed een Poliwag op de foto krijgen. Dat vind ik best wel jammer. Die foto's van die Poliwags die zijn nog niet echt optimaal. Misschien gaat hij nu nog 1 keer springen? Ja? Nog een keer? Ja? Oké. Ik neem er maar genoegen mee. Hier gooiden we eerst een normale Pokéball in. Kijk, dan hebben we een Bulbasaur. Super tof. Bulbasaur, yay! Hey, Slowpoke. Wat als we op jouw hoofd een pesterbal gooien? Ga je dan evalueren? Nee, je hebt een Shellder nodig natuurlijk om te evalueren. Hij doet wel stoer. Dat gaat ons wel punten opleveren, denk ik. Kijk daar, dat is een Vireplume. Als we daar nou eens een pesterbal op gooien. Word je dan wakker? Nee? Echt niet? Serieus? Ik dacht dat dit wel goed zou komen. Maar helaas, daar hebben we dus iets anders nodig dan een pesterbal. Ah, hallo Slowpoke, hallo. Maar waar moeten we kijken dan? Ik weet niet zo goed waar we moeten kijken hoor. Wat als we... yes. Ik heb op deze Metapod een pesterbal gegooid en nu hangt hij echt heel goed voor mij in mijn beeld. Hier gaan we punten mee scoren, dat weet ik wel. Hier gaan we zeker punten mee... Oh, maar ik kan er alleen niet langs nu. Ik kan er alleen niet langs. Ja, nu kunnen we er wel langs. Oké, wat als we hier een pesterbal in gooien? Opgooien? Nee, ook niet. Daarop? Nee. Op Psyduck? Als we op Psyduck een pesterbal gooien. Psyduck! Kom hier, Psyduck. Huh? Waar is die? Oh, hij komt daar. Oh, dan begint hij te springen. Cool, hij begint te springen. Misschien scoren we... Oh, hier. Is dit het? Ik zie hier een zwevend stukje glas. Ja, kijk. Oh, shit. Porygon. Super nice. Porygon gewoon. We hebben Porygon gevonden. Wow, dat is echt een super zeldzame Pokémon. Oh, daar is er nog een. Daar was nog een... Ah, die hebben we net gemist. Ah, daar was nog een zwevend steentje. Zou dat dan ook een Porygon geweest zijn? En wat als we hier op deze knop iets gooien? Yes, nog een Porygon. Oh, en die gaat op die knop. En wat gaat er nu? Oh, we hebben... Nice. Nu we Porygon hebben gevonden en hij gaat op die knop, hebben we gewoon een nieuw level geopend volgens mij. Super tof. Oké, we gaan hier naar beneden. Van de waterval, kijk uit. Wow, dit is diep. Dit is diep. Oh, maar kijk, daar heeft professor ook aan gedacht, hè. Professor ook heeft er gewoon aan gedacht dat we misschien ooit een keer zouden kunnen gaan vallen naar beneden. En dat er dan gewoon een of andere anti-gravity shit in de boot gebouwd moet worden. Dus ja, professor ook is gewoon wel slim hoor. Oké, ik hoop dat dit een beetje een fatsoenlijke foto is van een Poliwag. Dan hebben we Bulbasaur, maar van Bulbasaur hebben we al best wel goede foto's. Slowpoke doet hier een kunstje, dus ik hoop dat dit ook weer bonuspunten gaat opleveren. Dan hebben we een Metapod eindelijk van dichtbij. Vervolgens hadden we Psyduck die lekker aan het springen was. Ik hoop dat het punten oplevert, want Psyduck is wel echt heel erg ver weg daar zo. En dan hadden we natuurlijk de Porygon. Van die andere Porygon heb ik blijkbaar geen foto's gemaakt, dus ik doe maar gewoon deze foto. Ik vind het niet een hele mooie foto. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan ze naar Professor Oak sturen. En dan krijgen we als het goed is weer lekker veel puntjes, want we hebben wel weer nieuwe Pokémon gezien. Deze Poliwag. Onze oude Poliwag was al niet zo goed. Ja, kijk, deze pose is beter. Veel meer punten voor onze Poliwag foto. Dan hebben we Bulbasaur. Ja, die oude Bulbasaur foto was volgens mij wel goed, dus ik betwijfel of deze beter zal zijn. Nee, net niet. Nou ja, maakt niet uit. Dan hebben we Slowpoke en die was echt wel een beetje stoer aan het doen. En daar krijgen we helemaal geen extra punten voor, joh. Nou, die oude Slowpoke is ook beter. Dan hebben we eindelijk een Metapod van dichtbij. Ja, de size is heel goed, de pose is blijkbaar goed. Hoppakee, superveel punten. Dan hebben we Psyduck. En ja, nee, die vindt hij niet goed. En dan natuurlijk Porygon. Het was niet een fantastische foto, maar wel een nieuwe Pokémon. Dus we krijgen weer allemaal nieuwe punten. En als het goed is, krijgen we nu gewoon een nieuw gebied. Welcome back. Thought you found a split in the path. According to my research, that split should link to a new course. I've also made a link from my lab. You should go right away. En wat is dat dan? Het is de cave. En daar gaan we natuurlijk naartoe in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog als je dit tof vond. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En dan zie ik jullie later. Mazzel!